Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolken over Nederland met daaruit ook buien. En op sommige plaatsen zijn het nog wel stevige buien. Maar de zwaarste liggen inmiddels boven Duitsland. Daar onweert het ook. Misschien dat het oosten in de ochtend nog een klap onweer te verwerken krijgt. Maar verder is het bij de buien toch wat rustiger aan het worden. Tussendoor af en toe de zon. Vanochtend 20 graden, vanmiddag 23 tot plaatselijk 26 graden in het oosten van het land. De zon schijnt af en toe, er valt nog steeds een enkele bui. En pas tegen de avond begint de buigheid echt overal verder af te nemen. In de avond, de laatste buien in het oosten, klaart het verder op. En dan liggen de temperaturen net onder de 20 graden, om vannacht natuurlijk nog wat verder te dalen. Morgen wordt een dag met flinke zonnige periode. Het blijft op de meeste plaatsen droog, 22 tot 25 graden. En een matige wind uit het zuidwesten. Eigenlijk een prima zomerdag voor Hollandse begrippen. En zaterdag en zondag is de temperatuur ook nog wel oké. Okay. Zeker zaterdag, dan wordt het 24 graden. Maar in het weekend zijn er wel meer buien. De meest zware buien treffen we op zondag. En dan levert de temperatuur ook wel wat in. Na het weekend rond of iets onder de 20 graden. Met aanhoudend lichtwisselvallig weer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.